De wet op de jaarrekening, die dinsdag in commissieverband is behandeld, zal ervoor zorgen dat de financiële wereld van Suriname een internationale standaard krijgt. Indien de wet wordt aangenomen en afgekondigd, zullen zowel parastatale als particuliere bedrijven hun financiële verslagen moeten presenteren volgens de International Financial Reporting Standard System, ook wel het IFRS-systeem genoemd. Dit systeem wordt internationaal gehanteerd en is een standaard voor jaarverslagen van bedrijven. Tijdens de behandeling van de wet in commissieverband benadrukte DNA-voorzitter Jennifer Simons dat Suriname een grote achterstand in de financiële wereld inloopt met het afkondigen van de wet. De International Financial Reporting Standards, IFRS, zoals dat is afgekort, is het systeem waar men internationaal naartoe gaat. De zogenaamde International Accounting Standard Board, IASB, die wil graag natuurlijk internationaal ook een gemeenschappelijke taal hebben, gemeenschappelijke manier waarop bedrijven hun verslagen uitbrengen, zodat bedrijven ook van verschillende landen met elkaar kunnen worden vergeleken en de gezondheid van bedrijven ook duidelijk is. Internationaal beweegt men dan ook de verschillende in gebruik zijnde standaarden in de richting van de International Financial Reporting Standards. Dus daarom de keuze, transparantie en afstemming op elkaar van de rapportagesystemen van bedrijven, zowel binnen als buiten Suriname. De wet op de jaarrekening zal gelden voor grote bedrijven. Na de aanname van de wet zullen de bedrijven de gelegenheid krijgen om over te stappen op het nieuwe systeem. De wet geldt zoals al is aangegeven door de commissie voor grote bedrijven. De kleine bedrijven die moeten al normaal hun belastingzaken en hun verslagen daarvoor indienen. Dat blijft zo. En zij worden dus niet in aparte kosten gejaagd om te gaan voldoen aan deze wet. De vraag die er ook is gesteld was aan de ene kant van is de tijd genoeg, is de 2 jaar genoeg. Er is sprake van verlenging onder sommige omstandigheden, die discussie is gevoerd. En in feite werken we in het parlement, en ik ben daar zeker een voorstander van, we werken er naartoe dat we de wetten die we nu maken toch wel hard en duidelijk stellen. En de problematiek van het verleden, van wetten die moeilijk te handhaven zijn en vooral de soms onduidelijke sancties, om maar het voorbeeld te noemen, in onze wetgeving kwamen we heel vaak tegen bij vergunningen en zo. Als je niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden, dan kan de minister de vergunning intrekken. Tot zover DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons gisteren tijdens de commissievergadering over de wet op jaarrekeningen. Ze is een van de initiatiefnemers van deze wet.